Van Minnie Mouse tot Pluto tot de monsters tot Donald Duck. Dus heb jij hier nou zin in? Blijf dan kijken. Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tess Madeline en vandaag heb ik verschillende Disney quizjes die we samen gaan uittesten. En het gaat echt van Minnie Mouse tot Pluto tot de monsters tot Donald Duck. Dus heb jij hier nou zin in? Blijf dan kijken. Ik had het net al een beetje verklapt, maar ik heb hier Minnie Mouse. En het leuke aan deze Disney quizjes is dat ze me doen denken aan van die zoom zoom dingen, zeg maar, die je hebt van Disney. Ik weet niet precies, ik verzamel ze niet. Maar goed, dit is dus Minnie Mouse en dit is het van achter en van onder. En het is een squishy, dus laten we gaan uittesten hoe ze knijpt. Ik denk dat we best haar zo kunnen indrukken en dan laten uitgaan. Oh my god. Het is een slow rising. Als dit betekent dat al die squishies slow rising zijn. Oh, my life is gonna be saved. Gaan die oortjes ook? Ja, oh my god. Je kan zelfs gewoon alleen de oortjes indrukken. En ook gewoon zo alleen het lichaampje en dan gaat het er poep. Echt, ik hou hiervan. Het doet mij dus denken aan die Simpson dingen zoals ik al zei. Maar echt, koop deze alsjeblieft als je ze ziet. Bij Minnie hoort ook Mickey. Nou, dit is dus Mickey. Zo ziet hij eruit. En heeft natuurlijk ook van die mooie oortjes. Het valt me wel al op. Minnie had een witte achterkant en Mickey niet. Maar we gaan hem gewoon uittesten. Oh my god, deze is ook slow rising. Oh, al die Disney dingen gaan slow rising zijn. I love this. Zoals die pootjes zo een klein beetje kunnen indrukken. En hier staat ook duidelijk Disney en zo op vermeld. Ik zal hem even scherp stellen. Kijk, hier staat ook duidelijk Disney en zo op vermeld. Ik ben een blij ei. Ik hou van Disney en vooral van Stitch. Vooral van Stitch. Ik hoop deze ook als je hem ziet. Ik zweer het je. You're gonna love it. Dan als volgende heb ik deze. En ik weet helaas niet welke deze is. Laat het weten in de comments als je het weet. We gaan hem gewoon uittesten. Ik kan hier weinig over zeggen, namelijk verder over hoe hij eruit ziet als ik niet weet wie het is. Sorry, ik dacht ook dat ik een Disney fan was, maar blijkbaar niet goed genoeg. Nou, deze is iets sneller met het terug uitgaan. En hier zijn ook zo te zien een paar oortjes ineens af. Dit hoort niet volgens mij. Ik vind hem verder wel leuk en fijn, ja. Kijk, ik kan hem gewoon zo in handen houden en knijpen. Koop hem, zou ik zeggen. Dan als volgende heb ik Mike van Monsters & Co. En die gaan we ook gewoon gelijk inknijpen. Kijk, nu is het een bolletje. En nu gaat hij heel... Oh my god, deze is nog slower dan de rest. Maar nu gaat hij heel langzaam terug naar zijn normale worm. Kijk dan. Dit is toch gewoon leuk om te zien. En hij lijkt ook echt gewoon op Mike van Monsters & Co. Ik koop deze ook, zou ik zeggen. Deze had ik in de intro ook al verklapt. En deze is ook niet 100% zoals nieuw. Maar hier is Donald Duck. Ik vind het heel erg leuk dat ze dat hoedje gewoon zo klein erop hebben gezet. En de rest gewoon echt een eentje hebben gelaten. En je ziet ook echt dat het een eentje en dat het Donald is. Maar goed, wat ik dus zei, hier aan de achterkant heeft op een of andere manier een roze squishy lopen afgeven. En dat kan kloppen, want ik heb 100 squishies in één keer gekocht voor verschillende video's. Don't get me wrong about that. Wat moet ik ervan vinden? Ik vind de squishy zelf leuk. Maar het is gewoon jammer dat het gebeurt. Oh my god, hier beneden aan de onderkant heeft hij het rode strikje. Kijk, we duwen hem in. En we laten hem naar buiten floepen. En deze is ook heerlijk slow riding. Wat een leven toch weer. En goed, we hebben geen Donald zonder Katrien. Kijk, het gekke is, hiermee is dus helemaal niks gebeurd. Deze heeft geen roze stukken, behalve een roze strik. Hierop hebben ze die strik dus weer groter gemaakt en gezorgd dat het echt op heel tofie zit. Maar nog steeds is ze herkenbaar en is het een eentje. En ik vind het leuk dat ze een paarspakje aan heeft, want dit zijn gewoon een paar van mijn favoriete kleuren bij elkaar. We gaan erin duwen. En naar buiten laten komen. En deze is ultra slow rising. Ik zit in twijfel geval. Als je hem samen koopt met anderen, oké. Maar als je alleen deze wil kopen, ik zou het niet doen. Deze duurt te lang met het rising. Ik hou van slow rising, maar niet zo slow. We hebben er nog maar twee. Goed, de ene laatste dus is Sneeuwwitje. En ik vind het heel erg leuk dat er een Disney prinses tussen zit. Omdat ik eigenlijk alleen maar echt Disney figuren als een Disney heb. En niet echt sprookjes. En daarnaast kun je natuurlijk gewoon herkennen dat zij het is door het strikje daar bovenop haar zit en de outfit. Ze kunnen natuurlijk niet echt een jurk maken, dus ze moeten gewoon het blauw en het geel
om daarheen doen. Wat ik wel weer jammer vind, is dat ze echt niet echt een gezichtje heeft. Dus laten we er gewoon gaan uittesten. Kijk, deze gaat weer sneller terug. Maar nu misschien ook een beetje te snel. Dit kan ik niet echt slow rising noemen. Het voelt gewoon aan als hetzelfde materiaal als al die andere Disney squishies. Maar toch is het dat niet. Ik raad er verder wel aan om te kopen als je dat ziet liggen. Want het is gewoon mega schattig. En we love Disney. Disney, sponsor mij alsjeblieft. En als laatste heb ik Pluto. Maar goed, ik vind ook deze weer gewoon goed herkenbaar. Niks aan het handje wel met Squishy. Leuk dat er hier op de achterkant een staartje staat. Dat is bij de meeste niet. En laten we hem gaan uittesten. Ja, ieder zijn ding. Ik vind deze wel gewoon tussenin zitten. Als in, het is niet per se slow rising, maar het is ook niet snel rising. Ik vind deze gewoon fijn om mee te spelen. En dan waren dit alle Squishies van Disney die ik ga uittesten in deze video. En als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer een melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien in mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!